Daar zie je dat stok zijn. Ja. Met die knoppen waar hij niet bij kan. En er wordt gezwaaid. Er wordt nu gezwaaid. En je ziet aan het, dat die mascotte die aan het midden hangt, dat hij nog steeds recht naar beneden hangt. En er wordt versneld. Dat betekent dat de motoren nog aanstaan. Want nog even om te checken. Jij vindt dat er geapplaudisseerd mag worden als dat mascottetje na wiebelt? 8 minuten en 40 seconden. Dus we staan hier nog wel even in spanning. Ja. En kraakhelder weer inderdaad, hè, blijkbaar. Ja, dat het goed is. Er zijn lanceringen geweest waar je al na 20 seconden niks meer zag dat hij achter de wolken verdwenen was. En dus, ik denk zelfs met klaarlichte dag zou je niet zoveel meer zien. Misschien dat je dat stipje niet eens meer kunt waarnemen en in de nacht wel. En weg is hij voor de camera, althans. Die raket ontwikkelt natuurlijk een enorme snelheid, maar hij gaat ook op een gegeven moment niet meer recht omhoog. Dan gaat hij, het begint al aan een rondje om de aarde. Dus dan is hij ook vrij snel gewoon te ver weg van Baikonur. We zien die mascotte nog steeds, hè? Ja. Niks meer aan de hand. Dat stipje kon ik door het inzoomen en niet door die raket zelf. Het ontsteken van de derde trap. Hij verliest als het ware steeds meer, hè? Tot uiteindelijk alleen maar die capsule overblijft. Ja, op een gegeven moment heeft een Russische meneer, professor Tsiolkovsky, heeft dat bedacht. Dat als je één trap maar hebt, dan heb je zoveel brandstof in je mee, die moet je steeds meeslepen, dan kom je er eigenlijk niet. Dus alles wat je weg kunt gooien onderweg, dat, is, dat stelt je in staat om meer te versnellen. Het ruimtestation zit net op het puntje van Zuid-Amerika. 18, yes. Ja, en dit zijn ze weer, hè? Die geanimeerde beelden. Maar je ziet wel echt, ja, real-time. Jammer genoeg bewolkt, maar je ziet die nu in real-time dat hij boven de aarde zit. Ja. En je ziet tussen links een wit en rechts een geel. Dat is waar ze de volgende baan zal zitten. Ja. Dus anderhalf uur eerder of anderhalf uur later. Want anderhalf uur later, dan zit je hup ook hier, maar dan een stukje verplaatst. Ja. Nou, oké, daar staat die grafiek, staat in het midden van precies hoe hoog dat die zit en hoe ver dat die weg is. En daartussenin, aan de rechterkant zie je het grafiekje van de versnelling. Die neemt heel snel toe en als er daar een trap weggegooid wordt, zakt de versnelling ineens in. En dan neemt de volgende trap neemt de versnelling weer toe tot hij weer inzakt. Real-time bijgetekend in het grafiekje. Je ziet nu ook al dat de Space Station een stukje verplaatst is. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het. Ja. En veel bevolking in Zuid-Amerika zo te zien. Tegen de 8 minuten, hè, zei jij. Dat was het moment. 8 minuten 40. 8 minuten 40. 46. Ja. Ja, we willen applaudisseren, maar we moeten toch nog even geduld hebben. Nee, ik wil niemand. De raket gaat dan behoorlijk hard. Uiteindelijk gaat die 28.000 km per uur en dat is ook de snelheid van de Space Station. En daarmee moet natuurlijk met precies dezelfde snelheid moeten zij elkaar naderen. Moet je dat uiteindelijk nog vanuit die capsule met de hand, moet je daar iets voor doen? Of is dat allemaal geprogrammeerd? Ja, dat kan wel met de hand. Maar als het goed gaat, dan hoef je niks te doen. De commandant kan het overnemen met de hand. En André is daar ook voor getraind, maar dat doet dus pas als er twee dingen misgaat, waardoor het met de hand moet. En als de commandant ziek is of een hartaanval krijgt, wat dan ook. Normaal gesproken staat de kans dat hij iets moet doen, is heel klein. Dan gaat het allemaal vanzelf. Are there stages separated? Yes, those are the parts of the vehicle that have been used and are actually coming back to
financierbasis, ja. Zo ziet dat eruit als de raket weg is. Het zou goed zijn om even te wachten op die Engelse aankondiging. Het is NASA-geluid, hè? Ja. 30 seconds to 2K or to shut down the engine. We should see the images and they actually jump.